Klok wordt mede mogelijk gemaakt door Autogarage Oldhof Jurrensen. Ja, goedenavond. Dit is Hooi Centraal met vanavond de volgende onderwerpen. NL Doet, de Fairtrade winkels Nijverdal. Mike is de natuur ingedoken met zijn camera. Vandaag in de studio zit ze al aan tafel, Tienje Rodenburg. Met haar gaan we in gesprek over de kerkmarkt. Gea die gaat het in sport hebben over korfbal en raadsplein. Die schuift nog aan om te vertellen wat er vanavond in hun uitzending zit. Maar we beginnen zoals u van ons gewend bent met de actualiteit van afgelopen week. De leerlingen van de rechtslijn Nijverdal kunnen stage lopen bij Dorcas Nijverdal. Van Rechtsteen. Binnen de school van Rechtsteen ben ik via onze VMBO-locatie ben ik mentor van een bepaalde klas. En ik ben docent Nederlands en coördinator van NL Doet. Via het Oranje Fonds konden de organisaties zich opgeven die mee wilden doen met NL Doet. En als coördinator in de regio hebben wij de verenigingen aangeschreven wie er met ons mee wilde doen. En we hebben de keuze onder andere op Dorcas laten vallen. Hoe denkt u er nou over wat die jongelui hier eigenlijk kunnen leren? Omgaan met mensen. Dat is heel persoonlijk, misschien wel heel goed. Sommige kinderen hebben er helemaal geen weet van hoe dat eigenlijk in een bedrijf gaat. Je moet met iedereen overweg kunnen. Soms zijn er ook nare dingen wat je moet behandelen. De jeugd die denkt altijd aan leuke dingen. Maar hoe denken ze hierover om bij Dorcas te komen werken? Of is dat nog een verrassing voor de jeugd? Het is nog een verrassing. Ze weten niet precies wat ze moeten doen. We hebben wel in de voorlichting hebben wij gezegd dat er doeklussen zijn en gezelschapsklussen. Dus ze weten dat het gaat om andere mensen voorthelpen in hun vrije tijd. En klussen opknappen die vele handen maken licht werk. Om de mensen er ook van bewust te maken hoe belangrijk dat Dorcas eigenlijk in de gemeenschap is. En zeker voor kinderen van scholen, om die te leren wat er allemaal gaande is in zo'n bedrijf. Waarom doet de school dit? Wij hebben 8 jaar geleden hebben wij het geïntroduceerd bij ons op de VMBO-vestiging. Omdat wij simpelweg vinden dat je als volwassene, als leerling ook best een keer wat voor een ander kunt doen. En wij vinden het naast de maatschappelijke stages die we gehad hebben belangrijk dat je inzet voor andere doelgroepen. Dat je ook eens meemaakt, dat je merkt dat niet alles zomaar vanzelf gaat. En gewoon dingen samen doen en aan het werk. Alle omzet wat hier gedraaid wordt of in andere Dorcas winkels, dat wordt dus besteed aan goede doelen. En dat betekent eigenlijk aan doelen wat echt noodzakelijk is. Dus de allerarmsten van de wereld. In het begin denken ze van, moeten we wat dingen doen in onze vrije tijd en we krijgen er geen geld voor. En uiteindelijk, aan het einde bij de evaluatie, blijkt toch dat gelukkig ook een aantal jongeren toch het vrijwilligerswerk ingaan. Het zijn er niet veel, maar toch blijven er elk jaar een aantal jongeren die zeggen van, nou ja, ik ga toch in mijn vrije tijd toch wat doen. Dus uiteindelijk vinden ze het leuk. Ja, de vaat zit er goed in om een Fairtrade gemeente te worden. Dat kan ook niet anders met mevrouw Roskamp aan het roer. Sinds de oprichting zijn bedrijven, winkels, scholen en kerken volop bezig met de vraag mee te willen werken aan deze doelstelling. Ook winkels melden zich spontaan aan of werden bewust gemaakt. Volgende week donderdag dan worden de eerste stickers alweer uitgereikt aan de winkels die voldoen aan de criteria die hieraan verbonden zijn. Mevrouw Roskam, we hebben elkaar gesproken kort nadat u voorzitter werd van de Fairtrade Stichting. Hoe ver hebt u uw vorderingen kunnen maken? Nou, heel ver. De Fairtrade gaat als een speer. We moeten voldoen aan 6 criteria om de titel voor de gemeente Hellendoorn binnen te halen. Nou, zeker 4 van de aantal criteria hebben we binnen. En we zijn op het moment echt bezig met winkels en ondernemers om te vragen van, wat doen jullie voor Fairtrade en hoe ver zijn jullie daarmee en willen jullie met ons meedoen? En wanneer denkt u dan de Fairtrade gemeente te zijn? Wij hopen in eind oktober, dan is er weer een World Fairtrade of een Fairtrade Week. En in die week willen wij de titel binnenhalen. Nou, dat moet ons gewoon lukken. We zijn zo goed op weg, dus dat gaat gewoon gebeuren. Volgende week worden de eerste labels uitgereikt, hè, aan de eerste 2 winkels die Fairtrade winkel zijn. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat de giftshop of de winkel, een Albert Heijn of een Superkoop of een Renata of de jongens voor lifestyle en food, dat die voldoende artikelen verkopen om de Fairtrade titel binnen te halen. En dat, of de sticker te kunnen krijgen om te laten zien dat ze meedoen.
de stichting Fair Trade zijn alle winkels langs gegaan met een vraaglijst of ze aan Fair Trade voldoen. Wat houdt dat dan precies in? Nou, het is van belang dat je een x-aantal producten in je assortiment hebt die Fair Trade zijn. Voor onze winkel was dat 6 verschillende artikelen. Dat mag van dezelfde merken zijn. Bij ons zijn dat bijvoorbeeld de kussens, de schalen. We hebben bijvoorbeeld ook koffie die Fair Trade is. En wat voor ons eigenlijk belangrijk was, is dat het op een juiste manier bij de boeren ook terechtkomt die dat dus verbouwen. Hadden jullie dat al in de winkel of zijn jullie daarna bewuster daarmee omgegaan? Het is eigenlijk bij ons onbewust gegaan. We hebben op een gegeven moment hadden we een leverancier die Fairtrade leverde, zeg maar. En ja, dat vonden wij eigenlijk wel heel mooi spul. En daar zijn we eigenlijk een beetje op verder gaan borduren. En eigenlijk is het bij ons een beetje gegroeid. En tijdens beurzen kwamen we steeds meer Fairtrade producten tegen. En dat we zoiets hadden van, eigenlijk past dat gewoon heel erg bij ons concept wat we hier ook aanbieden. En volgende week krijgen jullie dan dat predicaat Fair Trade winkel te zijn. Is het dan ook zichtbaar in jullie food en non-food? Wij gaan dat wel zeker opnemen, ook in onze kaart. We hebben wel net een nieuwe kaart, maar natuurlijk veranderen we met het seizoen met alle broodjes en producten. Dus gaan wij dat ook zichtbaar maken op onze kaart. Zodat mensen gelijk kunnen zien van oké, hun zijn bewust bezig met Fairtrade en ook eigenlijk met bewust ondernemen. Nou, we proberen dus zoveel mogelijk ook burgers te activeren. En dat kan je heel mooi doen door middel van een evenement. En 14 mei is een World Fair Trade dag. En dan willen we een evenement gaan organiseren in het centrum van Nijverdal. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nou, dat is nog een beetje geheim. Daar komt nog vast meer over in de pers. We zijn aan het ontwikkelen en een modeshow organiseren. Dus 14 mei zetten we in de agenda. In het centrum in Nijverdal. Ja, mevrouw Rodenburg is inmiddels aan tafel geschoven. De kerkmarkt zaterdag. Wat is de bedoeling van de kerkmarkt? De bedoeling is eigenlijk een stuk verbinding te gaan creëren in de gemeente. Oké, tussen? We waren een jaar of 5 geleden zijn we gefuseerd. Ja? Als gereformeerde kerk en de hervormde kerk. En we vinden het heel prettig om de mensen die bij elkaar gekomen zijn, om die toch elkaar beter te gaan leren kennen. Ja, en zoiets verbindt natuurlijk enorm. Natuurlijk, maar het doel van de markt is natuurlijk ook omzet creëren, ja, toch? Ja, dat is ook. Natuurlijk, dat is een bijgaande factor. Want als ik eens ga kijken, want vorig jaar was het centrummarkt, dit jaar is er gekozen voor de kerkmarkt. Wat is daar het verschil in dan ten opzichte van vorig jaar en dit jaar? Vorig jaar was het centrum verbouwd. Ja. En dat was prachtig opgeknapt, maar de financiën waren nog niet helemaal rond. En toen hebben we gezegd, we gaan als gemeente met elkaar proberen om een actie te voeren. Zodat we met elkaar toch een mooi bedragje binnen kunnen krijgen om een beetje de zaak te stimuleren. Want waar is het geld voor wat morgen wordt opgehaald dan? Morgen is het weer voor het centrum, ja, maar ook voor het spectrum. Dat is dus de ruimte achter de gereformeerde kerk, de regenboog, ja, wat vroeger dus de gereformeerde kerk was. En we vinden het prettig dat het voor beide kerken is, de beide bloedgroepen van de kerk, zodat we allebei daarvan profiteren. En het tweede deel van het doel is voor 2 oud-gemeenteleden die werken in de zending. Oké, want wat doen die in de zending dan, dat daar geld voor nodig is? Marlies Hartkamp die werkt in de zending in China. Ja. En Mario Rodenburg die werkt in de zending voor jeugd met een opdracht. Rodenburg is familie van u, als ik zo kijk dan? Of, Ja, dat klopt. Oké. Nee, maar leuk hoor, dat het juist samen bij elkaar komt. Als we gaan kijken naar de markt zaterdag, er is van alles te doen. Als bezoeker, wat kun je daar aantreffen op de markt? Je kunt er heel veel boeken aantreffen. We hebben prachtige boeken binnengekregen. Die zijn dus in de gemeente opgehaald. Daar hebben we oproepen voor gedaan. Ja? Verschillende categorieën. We hebben nieuwe kinderboeken gekregen. Hele mooie, stripalbums, maar ook prentenboeken. En er is theologie, streekromans. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Voor boeken is eigenlijk iedereen wel wat iedereen, te vinden, zeg maar. Voor iedereen is wel wat te vinden. En er is een prachtige hoeveelheid binnengekomen. En als we hier ook op de schermen kijken, ik zie ook, er worden kniepjes gebakken. Wat kun je behalve boeken nog meer verwachten daar?
Nou, er is een hoek waarin allerlei gebak is ingeleverd. Dus gemeenteleden hebben cakes gebakken, kniepertjes, kruidkoeken, boterkoeken, dadelkoeken. Nou, appeltaarten worden er gebracht, dus die worden allemaal verkocht. Maar ook kan men daar koffie komen drinken bij ons en gezellig een stukje gebak eten. Dus het is ook een stuk gezelligheid. En ik heb ook gehoord dat de Crea-groep aanwezig is, toch? Ja, uiteraard. Want die maakt van allemaal mooie dingen die dag. Nou, niet die dag, maar die hebben al maanden heel hard zitten werken om allerlei leuke dingen te maken. Zoals tassen. We zijn echt ingehaakt op de actualiteit. Want de plastic tassen mogen niet meer. Oh ja, dat mag niet meer. Hè? Nee. Ja, dan moet je voor betalen inmiddels. Ja, er zijn hele leuke tassen gemaakt door de dames. Okay. En bloemstukken de afgelopen week. Dus we hopen met elkaar dat een mooi bedrag kan opleveren. Als we even gaan kijken, morgen is de kerstmarkt. Hoe laat kunnen we er terecht? Iedereen is vanaf 10:00 van harte welkom tot 4:00. Van 10 tot 4, ik schrijf even mee, mocht ik niks te doen mogen. En de zaterdag is het dus morgen. Aan u het slotwoord, waarom moeten we komen naar de kerkmarkt morgen? Ja, om de gemeente te helpen opbouwen natuurlijk. Hè? Nou, we willen toch een warme gemeente zijn en daar hebben we natuurlijk ook wat geld voor nodig. Nou, dat is heel belangrijk. Heel veel succes morgen en hopen dat het veel geld oplevert voor de gemeente en natuurlijk voor het goede doel. Dat hopen wij. Bedankt voor uw komst. Dank u wel. Ja, dan gaan we weer verder, want vandaag was het natuurlijk wat minder weer, want de dagen worden langer, het wordt weer eerder licht. Ja, dat betekent maar één ding, de lente staat weer voor de deur. Ook was vandaag met de sneeuw er weinig van te merken. Mike die dook de natuur in op zoek naar de lente. In Hooisport zit bij mij aan tafel Jan-Willem Beekhuizen. Wij gaan praten over korfbal NKC 51. En we blikken vooruit op de turn interland Nederland-Spanje. Hier alvast een voorproefje. Dit zijn de beelden van de turntraining van vanmiddag. Beide landen kunnen zich nog kwalificeren voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Dit is het onderdeel van de 8e finales van het herenturnen met onder andere voor Nederland, Jurie van Gelder en Bart Deurlo. De organisatie is in handen van Vision. Deze wedstrijd is te zien op zaterdag 5 maart om 14:15 in Sporthal De Kruidenwijk.
Nu gaan we naar het korfbal. Bij ons aan tafel zit Jan-Willem Beekhuizen. Welkom Jan-Willem. Fijn dat je er bent. Na een mooie spelerscarrière in het korfbal ben je in het trainersvak gegaan. Waarom heb je de stap naar NKC 51 gemaakt? Ja, eigenlijk is dat heel makkelijk. Ik werd gevraagd om daar trainen te komen geven. Ik gaf al wat trainen hier in de buurt en wel aan jeugd. En toen kwam NKC om de hoek of ik niet bij NKC wil komen trainen. Dan hebben we gesprekken gevoerd en dan zijn we eruit gekomen en ben ik daar trainen gaan geven. En coachen. Ja, en je hebt ook al heel wat wedstrijden zelf gespeeld in het korfbal. Ook al een aantal keer tegen NKC 51. Waarom per se NKC 51? Heeft dat ook met een bepaald gevoel te maken? Nee, in principe niet. Als trainer ben je eigenlijk gewoon een voorbijganger. En daardoor word je ook gevraagd van, ja, of je wilt trainen komen geven. Pas je bij de club, pas je bij de groep. Je bent er een jaar of... Nou, als je het goed doet, dan blijf je wat langer. En ik ga straks mijn vierde jaar in. En dan zal ik weer opgevolgd worden. Dus het heeft niet zozeer met NKC te maken. De vereniging en de ploeg moet wel bij je passen. Dus ja, dan kies je wel voor NKC. Ja, het gevoel moet dus echt wel goed zijn. Het gevoel is op dit moment ook goed, want jullie staan bovenaan in de eerste klasse B. Wat is de doelstelling voor dit seizoen? Ja, in de zaal staan we er goed op. En gaan we voor het kampioenschap. We zijn nu zo dichtbij dat we het ook wel moeten pakken. Als we een stap willen maken met NKC is denk ik nu ook zeker de tijd ervoor. 4 jaar terug zijn ze gepromoveerd vanuit de tweede klasse. Nou, een paar jaar in de eerste klasse. Nou is het denk ik misschien wel goed, ook voor de groep, om de stap te maken naar de overgangsklasse. En als je dan gaat kijken naar het niveau van de groep. Ja, ik denk dat nu een goede stap kan zijn. Dus in de zaal moeten we kampioen worden. En dan zien we op het veld wel weer hoe we daar verder gaan. Ja, dat zal heel mooi zijn natuurlijk. Waardoor loopt het dit seizoen zo goed? Ja, ik denk dat ik toen ik 3 jaar binnenkwam een andere visie heb op korfbal dan mijn voorganger dat had. Je moet wennen aan de groep. Dus daar heb je het eerste jaar voor nodig. Nou, het tweede jaar hebben we redelijk bovenin meegedraaid in de zaal. En het veld ook wel bovenin. Ja. En dit jaar valt alles op zijn plek. Dat was niet te verwachten na de eerste wedstrijd. Toen gingen we tegen een degradatiekandidaat onderuit gelijk. Maar dat heeft ons misschien ook wel op scherp gezet. En ja. Alles valt op zijn plek. En de groep die is wel weer gegroeid. Dus daardoor denk ik dat we nu een goede slag kunnen maken. Nou, dat klinkt allemaal helemaal goed, helemaal mooi eigenlijk. Mocht dit team kampioen worden, wat zijn dan de verwachtingen voor aankomend seizoen? Ja, dan, dat is altijd lastig. Hè? Ja. Er zullen wat mensen zullen stoppen. Er zal wat aanvulling komen uit de jeugd. We hebben er momenteel goede jeugd achter zitten met de A1 die ook kampioen is geworden. Dus dat is alleen maar een goede aansluiting. En ja, wat is de verwachting dan? Dan moet je ook kijken wat voor groep er staat. En op het moment dat er een groep staat in de competitie, dat je dat ziet, kun je misschien bovenin meedoen. Maar laten we maar eerst voor handhaving gaan dan. Ja. En dan lijkt me wel verstandig. Ja, dat is zeker wel een Ik ben wel eens benieuwd, hè. Wat maakt korfbal nou zo leuk? Zoals iedereen dus zegt, het gemengde sport. Korfbal is best wel intensief en heel technisch. Ja. Verschillende onderdelen. Een voetballer die verdedigt of die valt aan. Maar bij het korfballen moet je het allemaal beheersen. En ik denk dat het korte wenden en keren en de impulsiviteit van spelers en de creativiteit op een klein veld, dat het mooier maakt om naar korfbal te kijken en om het te doen. Dus het is moeilijker als basketbal dan? Of zeg ik nou iets heel raars? Ja, bij basketbal mag je niet lopen. Of bij korfbal mag je niet lopen. Bij basketbal kan je dribbelen. Oh, oké. Die hebben een bord nodig erachter. Die hebben dat nodig? Ja. Ik voel even een steek op de tafel. Die hebben dat nodig. Nee, je vraagt het verschil. Nou, oké. Okay, maar nu al ruzie straks daar tussen de beide battles. Maar oké, dus dat is eigenlijk het grote verschil ten opzichte van basketbal dan? Ja. Het is natuurlijk hartstikke bijzonder dat het een enige gemengde sport is natuurlijk. Wat is het precies voor een team? Het is best wel nog een jong team. Ze hebben dus één heer die is boven de 30 en de rest is allemaal tussen de 20 en 25. Ja. Dus dat is best jong. Ook verschillende karakters.
Er zitten een paar haantjes bij, en, maar er zitten ook een paar volgers bij. En dat is zoals in elk team is. Maar het is wel een homogeen team. Vooral in de zaal hebben we gemerkt van... op het moment dat het even niet gaat, pakken we elkaar bij de hand en staan we er voor elkaar. Ga je voor elkaar door het vuur. Dus dat is denk ik het grootste pluspunt van dit zaalseizoen. En dat is denk ik ook overgeslagen op het team. En dat is wel een team die voor elkaar wil gaan. Ja. Dus het is echt ook de motivatie om dit jaar goed af te sluiten. Ja. Hoe omschrijf jij je als trainer? Ik ben een trainer die... vooral het allround korfbal ziet. Je ziet ook vaak van in één vak staan twee heren, twee dames. Eén heer die gaat vangen, één dame die komt eromheen om de aangeef te maken. En dan gaan er twee aanvallen. Ik vind dat alle spelers alles uit moeten kunnen voeren. Dat maakt je ook veel sterker ten opzichte van een tegenstander. Veel verrassender ten opzichte van je tegenstander. Ik ben wel een trainer die ook wel de vrijheid geeft aan de spelers om hun eigen ding, de wedstrijd aan te voelen, de wedstrijd te lezen. Soms voel je het aan de kant anders dan in de wedstrijd. Dus die vrijheid geef ik ze wel. Ja. En ik vind discussiëren over korfbal met spelers vind ik erg belangrijk. Ja. Ja. En tot slot, volgende week de belangrijke wedstrijd tegen Ritola 1. Ja. Wat verwacht je daarvan? Ja, we hebben nu afgelopen seizoen hebben we op het veld en één keer in de zaal tegen gespeeld. Daar hebben we nog niet van gewonnen. Dus daar hebben we wat recht te zetten. Maar wij zijn het tweede deel van de competitie zijn we ongeslagen. En ik denk dat we met bravoure daarheen moeten gaan. En dat wij gewoon korfbal technisch en met een stukje bravoure dat we die wedstrijd naar ons toe kunnen trekken. Dat zal heel erg mooi zijn. In ieder geval heel veel succes. Dankjewel. Bedankt voor je tijd. En wie weet zien we elkaar in de toekomst nog eens. Dit was het dan voor deze week. Volgende week zijn we weer met Hooisport. Tot dan. Wil zit inmiddels aan tafel en op tijd dit keer. Ja, helemaal goed. Hey Wil, vanavond Raadsplein. Ik zag, het zat al helemaal vol met gasten vanavond. Ja, allemaal jonge gasten. Wat ga je doen vanavond? Ik ga het vanavond hebben over jeugd en politiek. Oké. Snotneuzen in de politiek. Snotneuzen in de politiek. Ik hoor altijd dat de jeugd, jij bent ook jong, je hebt niks met politiek. Nou, niks. Dat wil ik niet zeggen, Wil. Nee, maar ik ga aan hen vragen wat zij hebben, waarom zij politiek... geëngageerd zijn, actief zijn. En we kijken even terug op een gezellige avond in de kachel. Ja, waar een quiz was. En ik kan je zeggen dat het team, de damesteam van Hooi, op een eervolle vierde plek is geëindigd. De dames van de Hooi? Ja, dat was Rijke, ik en nog iemand. Maar ik heb gehoord dat jij, moest jij ook niet presteren of zoiets? Of Nee, ik presenteer alleen Raadsplein. Ik denk misschien leuk snabbel tussendoor. Maar jij vandaag... Nee, ik snabbel. Jullie hebben meegedaan naar de vierde. Wie is de eerste geworden dan? Eerste was het team van de winkeliers, van een aantal winkeliers. Theewinkel. Hoe heet die straat? Rijke? Kun jij met dat roepen? Rijke zit backstage. Rijke, hoe heet die straat? De Willem-Alexanderstraat. Ja, Gouden Winkelrand is dat? Of verder. Maar mensen dus die mee hebben gedaan, komen niet uit de politiek en wel gewonnen. Dus begrijp ik dat goed? Maar wij hebben natuurlijk toch ook wel iets... ik vond het leuk om te zien dat mensen die inderdaad niet politiek in een politieke partij, dat die daar toch wel heel veel wist. En volgens mij was de burgemeester er ook bij, of niet? Ja, die was er ook bij. En? Die verloren? Ja, die... eindigde wel niet zo heel hoog. Maar het CDA eindigde ook heel laag. Zijn dit dan ook de vooruitzicht op de peilingen qua CDA? Dat ze dan laag eindigen? Je weet het niet. Maar het was een spel, hè? Het ging niet alleen over politiek. Het ging ook over welke bumper, welke muziek bijvoorbeeld politici gebruiken om de campagne te starten. Oh, dat was... PvdA, die wou toen Rumor Has It of zo. Toen niet, hè? Nee. Dat was te duur. Nee. Nou ja, in ieder geval een leuke uitzending straks. Ja, ik denk het wel. Wordt jonge gezellig. Honden aan tafel, zoals jonge Wil honden altijd aan zegt. Tafel. Ik zou zeggen, hou ze in de toom, Wil. Ga ik doen. Maar dat kun jij. Helemaal ga goed. Succes met de uitzending. Dank je.
Ja, en zoals u van ons gewend bent, aan het einde van de uitzending nog een paar items uit de culturele agenda. Op 5 november jongsleden vond de aftrap van de cursus Koken met Mannen plaats. 8 enthousiaste heren kookten onder leiding van kookdocent Ina Mulder 6 weken lang gevarieerde gerechten in de keuken. In het kader Wijk Lekker Fit, een project gefinancierd door de provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn, wil Stichting De Welle een gezonde leefstijl onder alle lagen van de bevolking stimuleren. Tijdens deze cursus leren deelnemen gezond en verantwoordelijk te koken. Voor meer informatie kunt u terecht bij Stichting De Welle. Dan op donderdag 10 maart staat Roy Verveer met zijn show op het laatste moment in het Sing-In Theater in Nijverdal. Ja, zijn show is al te zien op tv. Hij is een graag geziene gast bij programma's als De Wereld Draait Door, RTL Late Night. Verveer is een geboren entertainer, cabaretier en comedian. Hij is dus gewoon erg grappig. En donderdag 10 maart staat Verveer dus met zijn show op het laatste moment in het Sing-In Theater. Ja, en dan de Hellendoornse Harmonie organiseert op vrijdag 11 maart Helden, Mien Helden, een concert in de Olle Gries en dat begint om 8 uur. Verheugt u zich op een prachtig cultureel optreden van de Hellendoornse Harmonie met Herman Kampman in de hoofdrol. Hij is een begrip in Hellendoorn als schrijver, uitgever en winnaar van de Cultuurprijs 2008 van de gemeente Hellendoorn. Het wordt dus een creatief concert in woord, beeld en geluid. Ja, en dat was hem dan alweer. We zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending. Ging het u allemaal iets te snel, dan kunt u de uitzending rustig nakijken op hoimedia.com. Dan staat u onder in beeld. Tevens zouden we het leuk vinden als u na de uitzending ook nog even onze Facebookpagina liked. Dit doet u door te surfen naar facebook.com/hoicentraal. Morgen zijn onze collega's weer op de radio met meer nieuws uit onze gemeente. Tussen 10 en 12 kunt u dan luisteren naar Reggebreed. Hierna kunt u kijken naar Raadsplein met jonge honden aan tafel uit de politiek. Ons programma wordt om de 2 uur herhaald. U thuis bedankt voor het kijken. Gast in de studio, bedankt voor uw komst. Dit was Hoi Centraal voor deze week. Tot zover, tot volgende week.